De Nationale Assemblée heeft dinsdag een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen een diepgaand onderzoek te doen naar de perikelen rond het Academisch Medisch Centrum AMC. De motie die door de coalitie was ingediend werd met 27 stemmen voor en 9 tegen goedgekeurd. Een motie van de oppositie waarin hetzelfde werd gevraagd werd verworpen. De moties werden ingediend na verklaringen van minister Antoine Elias van Volksgezondheid, bijgestaan door zijn collega van OWTNC, Patrick Pengel, over het mislopen van de financiering van het AMC door de ISDB. NPS-parlementariër Patricia Etnel riep het parlement op om tegen de motie te stemmen, omdat het volgens haar een zwak voorstel is. Het NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam riep vervolgens het parlement op voor de motie te stemmen, omdat het zichtbaar is dat de economie aan het herstellen is. Wij voeren nu terug naar het debat in het parlement. Ik ga tegen deze motie stemmen en ik roep het parlement ook op om tegen deze motie te stemmen. Waarom? 1. Het is een zwakke motie. Als we kijken dat er is aangegeven dat we veel meer transparantie en vooruitgang constateren, is de vraag waar. We zien nergens vooruitgang, we zien nergens transparantie. Het wordt steeds erger met de dag. De regering geeft afdoende antwoord op vragen. We hebben de vergadering moeten schorsen, omdat de regering niet eens antwoord kon geven op vragen. En wanneer we kijken wat de regering presenteert, dan zijn we nog verder van huis. Wanneer we kijken naar de gezondheidszorg, er wordt aangegeven dat er alles wordt gedaan om de gezondheidszorg vooruit te brengen. Dan moeten we aangeven dat deze motie, ik weet het niet hoor, maar niks hier is waar wat wordt aangegeven. Voorzitter, ik wil vragen aan het parlement om voor de motie van de coalitie te stemmen. Waarom, voorzitter? Het is duidelijk zichtbaar dat de economie is aan het herstellen, waardoor er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt, voorzitter, met betrekking tot financieringen. Voorzitter, we zien ooit dan tevoren, voorzitter, dat de regering bewust is en werkt aan de overconsumptie en verspilling in de zorgsector, voorzitter. En we zien dat, voorzitter, duidelijk. Voorzitter, de regering wil werken aan rationalisering in de sector. En we zien, voorzitter, dat het inkoopbeleid binnen de zorg ook verbeterd zal worden. En verder weten we, voorzitter, dat er tijdens de begrotingsbehandeling duidelijke plan en maatregelen zijn gepresenteerd. DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons riep de regering op om binnen haar beleid ook rekening te houden met zaken die zijn verwoord in de afgewezen moties. De motie die is aangenomen, regering, heeft expliciet en impliciet een aantal zaken aan de regering voorgehouden. En we vragen aandacht ervoor. Maar ook de moties die zijn verworpen, soms vanwege misschien oneenigheid over formulering van de verschillende overwegingen waar mensen niet mee eens konden zijn, vraag ik ook aandacht om te kijken naar besluiten, want ook een aantal besluiten daar zijn de moeite van het kennisnemen waard. Maar zeker de motie die door het parlement dus is aangenomen, heeft een aantal zaken voor de regering wat betreft de hele gezondheidszorg. En ik heb de behoefte gevoeld om dat voor u te benadrukken, regering. Want het betekent niet, er is ondersteuning gegeven in die motie voor het voorgenomen beleid, maar het moet worden uitgevoerd. Dat beleid is voorgenomen en we ondersteunen dat beleid. Het moet echter worden uitgevoerd. En daar zijn de verschillende punten van de aangenomen motie, die zijn heel duidelijk daarover. DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons. Zij sprak dinsdag in het parlement in verband met de afwijzing en goedkeuring van 4 moties aangaande de perikelen rond de financiering van het Academisch Medisch Centrum.